Vanmorgen willen we even beginnen met een uitspraak van Paulus uit de tweede Korinthebrief, hoofdstuk 1. En dan heeft hij het over alles wat hem overkomen is, hele verschrikkelijke dingen allemaal. Vers 9, hoofdstuk 1, vers 9. Ja, voor eigen besef achten wij ons als ter dood verwezen, opdat we niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God die de doden opwekt. En hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost en zal ons verlossen. Op hem hebben wij onze hoop gevestigd, dat hij ook ons verder verlossen zal. Terwijl ook gij ons te hulp komt met uw voorbeden, omdat uit veler mond voor de genade ons geschonken veelvuldig dank gebracht worden voor ons. Nou, ik wil het vooral hebben over vers 11. Terwijl ook gij ons te hulp komt met uw voorbeden. He, dus we kunnen elkaar helpen door voor elkaar te bidden. Dat is heel wonderlijk eigenlijk, dat sowieso al, dat we kunnen bidden, dat we zo kunnen spreken tot de Almachtige, de schepper van hemel en aarde. We hebben het al eerder over gehad natuurlijk, dat over een open hemel en over hoe God is, hè, de Almachtige, maar ook onze Vader. En wat dat betekent, dat hij onze Vader wil zijn. Maar dat we voor onszelf kunnen bidden, dat is al heel bijzonder. Maar dat we ook voor anderen kunnen bidden, plaatsvervangend om zo te zeggen. En dat we anderen daarbij kunnen helpen. Ik vind dat altijd een van de bewijzen daarvoor. Ik weet niet of jullie die ervaring ook hebben. Maar als je in een gemeente, ik kom uit een hervormde kerk, dat is heel traditioneel. En de mensen die gaan er voor het algemeen heen gewoon omdat ze die gewoonte hebben en eigenlijk weinig aan een persoonlijk geloofsleven doen. Maar ook in die kerk heb ik toch meermalen meegemaakt dat het volgende gebeurde. Dat was een overlijdensgeval. Een moeder overleed in een gezin en de vader die bleef achter met een paar kleine kindertjes zo, hè. En dat werd in de kerk dan bekendgemaakt. En dan werd er gevraagd om voorbeden. Nou, in de kerk werd er natuurlijk ook gebeden voor dat gezin. Maar de mensen in de kerk, die leefden toch wel zo mee dat ze, hè, ze hadden altijd de gewoonte om voor het eten een zegen te vragen. En in de meeste gevallen gingen ze dan ook bidden voor dat gezin. En als dit nou de kerk is, hè, dit zijn de kerkleden hier zo. Zo. En wat gebeurt er nou? Is God. En dan gaat deze gaat bidden voor het gezin. En God die verhoort dat. En die gaat bidden voor het gezin. En God verhoort dat. En die gaat bidden voor het gezin. En God die verhoort dat. En die gaat bidden voor het gezin. En God verhoort dat ook. En die gaat bidden voor het gezin. En God verhoort dat. En die gaat bidden voor het gezin. En zo gaat de hele kerk gaat bidden. Heel veel gezinnen gaan bidden voor het gezin wat zo in de moeilijkheden is. Het is niet zo dat je zegt, nou ja, dat je een optelsommetje kunt maken. Hoe meer er gebeden wordt, hoe meer zijn. Maar dat is toch wel een gevolg. Dat hoe meer er gebeden wordt, ja, hoe meer zegen, als het gebed zich vermenigvuldigt, dan vermenigvuldigt zich ook de zegen. Als we van God iets verwachten, dan kan God ook iets geven. Vaak dan kan God niks kwijt aan ons, omdat we staan er niet open voor, we verwachten het niet en we bidden er niet om. En dan wil God zo ontzettend veel doen, maar hij kan het niet doen omdat we er niet voor openstaan, omdat er niet om gevraagd wordt. En de duivel die maakt er misbruik van, want die zegt, ja, er wordt niet om gevraagd, ze bidden er niet om, dus je mag ze nou niet zomaar zegenen. Dan heeft de duivel nog gelijk ook eigenlijk. Hè? Als mensen niet openstaan voor God, ja, dan hebben ze gekozen eigenlijk voor een godloos leven. En dat is dan zijn ze volgelingen in wezen in dat opzicht van de duivel. Hè, de duivel die houdt zijn bezit natuurlijk behoorlijk in het oog. En als God dan gewoon maar zou zegenen, zonder dat er om gevraagd werd, dan zou de duivel terecht zeggen, ja, die zijn van mij. Maar zo gauw er gebeden wordt, hè, dan heeft de duivel geen zeggenschap meer, want dan kan God zeggen, ja, er wordt om gebeden. Want zo gaat het met bidden, je kan bidden voor jezelf, maar je mag ook bidden voor anderen.
He, dus dat gezin, dat ervaart, ondanks dat grote verdriet, ervaren ze zo'n zegen, dat als je dan bij die mensen komt, he, dat vaak dan ga je op kraamvisite, op rouwbezoek, en dan ga je daar naartoe met lood in je schoenen, en dan kom je daar, en dan zijn ze zo verdrietig, en aan de andere kant zijn ze zo in Gods tegenwoordigheid, dat je er gezegend vandaan komt. Ik weet niet of je ook vaak meegemaakt, maar ik heb het meermalen meegemaakt dat je erheen gaat met tegenzin bijna. En dat je moet zeggen, en dan kom je daar en dan is daar Gods tegenwoordigheid zo aanwezig. En dan zeggen de mensen dat ook, hè, van wat ons overkomt weten we niet, we zijn zo verdrietig. En toch, we worden zo erboven uitgetild door Gods aanwezigheid. We zijn nog nooit zo in Gods tegenwoordigheid geweest. Maar wat gebeurt er nou vaak? Dat na verloop van een paar weken, dan zeggen de mensen tegen elkaar, joh, dat gaat toch zo goed in dat gezin, hè? En wat is daar het gevolg van? Nou, die houdt op met bidden. Nou, dit valt weg. En die houdt op met bidden, en ook dit valt weg. En die houdt op met bidden, en dit valt weg. Die houdt op met bidden, en die zegen valt weg. Dit houdt op met bidden, en die houdt op met bidden, en dat valt weg allemaal. En dan kom je er na verloop van een maand weer terug. En dan is de situatie heel anders. Dan zijn ze echt verdrietig. We hadden het zo graag vast willen houden. Hè? Maar in het begin werden we er zo bovenuit getild. Hebben we God zo ervaren. Maar het lijkt wel alsof alles weer weg is. En dat komt gewoon omdat ze bidden zelf ook wel. Maar door het grote verdriet hebben ze de hulp van anderen nodig. En als dat dan wegvalt, dan zakken ze weer in een... Vooral in zo'n kerk waar toch al het geestelijk leven toch al niet zo geweldig hoog... op een hoog pijl staat, zakken die mensen weer helemaal terug in in het leven wat ze daarvoor hadden. En dan hebben ze er niet genoeg aan in zo'n situatie. Maar het is wel een voorbeeld van hoe voorbeden werkt. En ik denk dat velen van ons, die hebben daar ervaring mee. En dat moet ons toch bemoedigen. We zeggen, jongens, wat is het belangrijk dat je voor elkaar bidt. Paulus, die was toch een man die geweldige ervaringen had met God. En elke keer vraagt hij om voorbeden. Hij vraagt of ze voor hem willen bidden. Even kijken, wat staat het in de Efezebrief? Staat een helemaal stukje erover. Efeze 5, dacht ik, of Efeze 6. Efeze 6. En dan gaat het over de geestelijke wapenrusting. Een heel bekend gedeelte. En dan zegt hij in vers 18. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken. Aanhoudend bidden en smeken. Ik weet niet of dat... ik vraag me wel eens af. Hè? Doe ik dat? Aanhoudend bidden en smeken. Bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe wakende met alle volharding... En smeking voor alle heiligen, voor de medegelovigen. Bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Nou, er zijn een aantal uitdrukkingen van 100% staan er weer in dat vers. Nou, in hoeverre doen wij dat? En is dat tegenwoordig niet meer nodig? En dan zegt hij er ook nog bij, vers 19, ook voor mij. En waarom? Dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden. Nou, Paulus die was vol van het woord van God. Hè? Hij wist alles, denk ik, wat er te weten was. Een hele briljante man wat dat betreft. En toch bidt hij om voorbeden, vraagt hij om hulp, dat ze voor hem zullen bidden, dat hij uit die grote voorraad die hij heeft in zijn hart, dat hij nou precies dat juiste woord eruit haalt in precies in die situatie. Dat hij precies weet van in deze situatie dat God het naar boven kan halen wat hij in zijn hart heeft. Dat hij niet met twee linkerhanden staat, ondanks alles wat hij heeft, dat hij op een gegeven moment weet, wat moet ik nou zeggen? Maar als er voor hem gebeden wordt, zegt hij, dan staat hier, ook voor mij, dat men bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden om
vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in tekenen. Als jullie voor me bidden, zegt hij, dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken. Ik denk, Paulus die had voor zichzelf had hij een open hemel en had hij een open relatie met God. En hij had zoveel ervaring in zijn leven dat voor zichzelf had hij misschien die voorbeelden niet zo nodig. Maar omdat hij zoveel een grote verantwoordelijkheid had en voor een bediening die zijn krachten verder te boven gingen eigenlijk, naar de mensen gesproken. Zegt, jongens, ik heb jullie hulp nodig, anders dan lukt het niet. In de Colossensebrief schrijft er nog iets. Even kijken hoor. Colossense, zegt hij ook iets dergelijks. Colossense. Dat had ik ook moeten schrijven natuurlijk. Hè? Oh ja, ik zie het. Hoofdstuk 4, neem me niet kwalijk. Hoofdstuk 4 van de Colossensebrief. Hoofdstuk 4. En er staat dit. Vers 2. Volhard in het gebed. Wees daarbij waakzaam. En dankt. En bid tevens voor ons. En dan komt het weer. Bid tevens voor ons dat God een deur van ons woord openen. Om te spreken van het geheimenis van Christus. Ter wille waarvan ik ook gevangen zit. Dan, wanneer jullie voor me bidden, zal ik het zo in het licht stellen als ik het behoor te spreken. Ja, dus hij weet zich heel erg afhankelijk van voorbeden. En daar vraagt hij ook de mensen heel vrijmoedig om. Nou, hoe deed hij dat nou? En ik denk dat het ook voor ons van belang is, want ik denk dat wij ook voorbeden nodig hebben. En ik denk dat het een hele goede zaak zou zijn om ook voorbeden te mobiliseren voor jezelf. Ik heb vaak bij een conferentie of zo, of een gezinsweek, en dan na afloop komen de mensen naar je toe en dan bedanken ze je voor de fijne woorden die je gesproken hebt en zo. En meestal zeg ik er dan bij van, nou ja, bedankt hoor, dat je, maar wil je voor me bidden? Ik vraag gewoon voorbeden. En er was een keer een gezinsweek en er was een jong stel, die waren er het jaar daarvoor ook geweest. En die hadden heel, heel veel zegen eraan. Hij was katholiek van huis uit, was iemand in die tijd, dat is al 30 jaar geleden denk ik, had al een belletje in zijn oor en zo, een hele... En hij was een heibaas, dus het was nogal een marschal kerel. En het was een jong stel. En zij had hem meegenomen naar die gezinsweek. En daar had hij heel veel van opgestoken. En het jaar erop was hij er weer, waren ze er weer samen. En toen kwam hij na afloop, kwam hij naar me toe. Hij zei, joh, ik wil je nog bedanken voor de week van vorig jaar. Ik heb er zoveel aan gehad, ik ben helemaal veranderd. En ik zei, joh, dat is fijn. Maar wil je voor me gaan bidden dan? En toen schoot hij vol. Hij zei, dat heb ik al die tijd al voor je gedaan. Ik denk, nou, dat zijn toch waardevolle mensen. Hè? Een man die pas tot bekering was gekomen, zonder dat ik hem gevraagd had eigenlijk toen, is hij uit zichzelf voor me gaan bidden. Zonder dat ik het wist. Ik denk, ja, wat zijn dat waardevolle mensen? En zo zijn er meer, hè, vooral oudere mensen die ik ken en waarvan ik weet dat ze voor me bidden. Ja, op een gegeven moment overlijden ze natuurlijk. En dan hoop je maar dat er weer anderen zijn die hun plaats innemen. Ik kan wel dingen daarover vertellen. Maar daarom is het zo belangrijk om ook voor jezelf... Hè, we hebben toch allemaal niet alleen de verantwoording voor onszelf, maar je hebt allemaal een werkkring en contacten die je hebt met anderen. Hè, en de Heer die wil toch dat je getuige bent van hem. Hè, de een op deze manier, de ander op een andere manier. Maar je hebt toch allemaal voorbeden nodig dat je niet alleen voor jezelf staande blijft, maar vooral dat je ook tot zegen bent voor anderen. Ja, dat is wel heel belangrijk. En daarom gaan we even na van hoe Paulus dat eigenlijk deed. Ja, Paulus was een apostel. Dus als hij dus, ergens was, dan ging hij evangeliseren en dan kwamen de mensen tot geloof. En daar ging hij ook voor bidden. Als je leest van Paulus wat voor gebeden dat hij opstond, zijn, moet je even kijken. In de Efezebrief bijvoorbeeld, waar we net in waren, staat een gebed van hem voor de gemeente. In vers 15, hoofdstuk 1, vers 15. Efeze 1, vers 15. Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus. In de Heer Jezus en van de liefde, van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, uw gedenkende bij mijn gebeden. En dan vertelt hij ook wat hij dan voor die mensen bidt. Opdat God
de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen van je hart, zodat je weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfenis is bij de heiligen en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werkte van de werking van de sterkte van zijn macht die hij heeft gevrocht in Christus, door hem uit de doden op te wekken. He, en dan, dat bidt hij dus voor zijn gemeente. Ik denk, ja, de voorgangers of degene die verantwoordelijk zijn voor een gemeente, ja, hoe bidden ze voor de mensen van hun gemeente? En als je dan ziet wat Paulus dan, niet van Heere wilt u ze zegenen, amen, maar hij heeft verlangen van zijn hart om echt te bidden dat ze openbaring krijgen, dat ze inzicht krijgen, dat ze zullen groeien in geloof. Er zat er nog eentje in die Filippenzenbrief bijvoorbeeld. Hè. Het is heel interessant om eens een keer al die gebeden van Paulus te lezen, van waar hij voor bidt en wat hij verwacht ook van zijn gebeden. Dat staat in Filippenzen 1 vers 9 bijvoorbeeld. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn, in helder inzicht en alle fijngevoeligheid om te onderscheiden waarop het aankomt. Dan zullen jullie rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God. He, dus ja, daar bidt hij dus om. Onvoorstelbaar wat Paulus voor zijn, ja, voor de mensen bidt die hij dus tot geloof mocht brengen. Voor al die gemeenten. Nou ja, je moet zelf maar eens kijken in de brieven. Zoek het maar eens op, al die gebeden van Paulus. He, ik zie daarnet eerst het brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Vers 2, hoofdstuk 1 vers 2. We danken God altijd om u allen, wanneer wij u gedenken bij onze gebeden, onophoudelijk gedachtig aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op de Heer Jezus Christus. En dan, zoek het zelf maar eens op, anders dat duurt het allemaal te lang natuurlijk, als ik al die gebeden van Paulus ga voorlezen. Maar dat doet hij dus, hè? Dus er komen mensen dat geloven. Dit is dus Paulus hier zo. En dan gaat hij van die mensen, even kijken, zo. God. En dan gaat hij bidden voor, hè, stel je voor dat er 5 mensen zijn die hij tot geloof moet brengen. 1, 2, 3, 4, 5 zo, hè. Nou, en dan gaat Paulus bidden. Hij gaat bidden voor die. En God die verhoort dat. En hij gaat bidden voor die tweede en God verhoort dat. En hij gaat bidden voor die en God verhoort dat ook. En hij gaat bidden voor die. En God verhoort dat, zo. En hij gaat bidden voor die, zo. En God verhoort het ook, zo. Hè? Nou, en God die verhoort dat, dus die mensen die beginnen geestelijk te groeien. Hè, hij schrijft ook brieven en zo. En hij houdt contact met ze, ondanks het feit dat er nog geen e-mail was. Of de posterijen goed functioneerden. Maar ondertussen schreef hij toch brieven aan gemeenten. Nou, op een gegeven moment, toen gaan ze dus groeien. En dan gaat hij vragen aan ze, willen jullie nu van mij bidden? Nou, dat doen ze dan natuurlijk, hè. Dus deze die gaat bidden voor Paulus, zo. En God die verhoort dat. En die gaat bidden voor Paulus. En God die verhoort dat ook. En die gaat bidden voor Paulus. En dat God verhoort dat ook. En even kijken, deze gaat bidden voor Paulus. En God die verhoort dat ook, zo. En die gaat bidden voor Paulus. En God die verhoort dat ook. Dus Paulus, die wordt geweldig gezegend door die voorbeden. He, maar dat is ook nodig, omdat hij natuurlijk heel veel mensen moet bereiken. Dus hij, door die voorbeden, weet hij dus welk woord dat hij moet spreken. Dat hij vrijmoedigheid krijgt. En dat hij open deuren krijgt. En ook dat het woord snelle voortgang mag hebben, staat er ergens anders. He, daar bidt hij om, daar vraagt hij om dat ze dat voor hem bidden. En dat gebeurt dus ook. He. Dus Paulus, die wordt een geweldige zegen overal. En dat is leuk, omdat Paulus nooit kan zeggen van, het is allemaal het werk wat ik gedaan heb. Nee, het is samen met alle heiligen, verspreidt hij grote zegen. En al die mensen die voor hem bidden, die hebben allemaal deel aan deze zegen. He, dus die zullen zich ook mogen verblijden in de beloning, om zo te zeggen, daarvoor. Voor alles wat er hier gebeurt. En Paulus die schrijft er ook over en ze horen dat. En op een gegeven moment zegt hij tegen zijn bekeerlingen van, joh, je moet niet alleen van mij bidden, maar bidden jullie ook voor elkaar. Nou, dan wordt het tekeningetje een beetje onoverzichtelijk natuurlijk. Dus deze gaat bidden voor die
En God die verhoort dat. En die gaan, nou ja, dus ze gaan allemaal voor elkaar bidden. Dus dat, snap je wat de zegen gaat worden hier overal, van al die voorbeden. En dat is heel nodig, want daardoor is Paulus niet de enige die het evangelie verkondigt, maar al die mensen die in die gemeente zitten waar mensen voor elkaar bidden, nou, dat, ja, die krijgen allemaal veel meer dan dat ze zelf nodig hebben. Ja, we hebben het gehad over die 5 wijzen en die 5 dwaze meisjes. Ja, maar dat zijn van die, dat worden allemaal van die wijze maagden die veel meer hebben dan dat ze zelf nodig hebben. Veel meer krijgen van God dan wat ze zelf nodig hebben. En dan worden het bronnen van levend water overal. Nou, dat is, nogmaals hoor, het is geen mooi tekeningetje geworden, maar snap je het een beetje, van hoe dat werkt? Dat als dat een keer weer binnen ons bereik komt, of het is binnen ons bereik, maar als we daar gebruik van gaan maken, heb je geen idee van wat daar de gevolgen van zijn. We hebben het vorige keer gehad over die rietstengel. En als deze dingen bij u aanwezig zijn, overvloedig worden, dat ze je niet zonder vrucht laten voor de kennis van Jezus Christus. Nou, dat is, voorbeden is daar ook een middel toe om tot heel grote zegen te zijn voor mensen. Nou, dat is de bedoeling, dat we op die manier gaan bidden voor elkaar. En het is geen makkelijke babbel, omdat ja, we zijn van het begin af aan erg bepaald bij het belang van voorbeden. Dus ja, Jan en ik we nemen er heel veel tijd voor, vooral nu ik niet meer een dagelijks werk heb, kunnen we daar meer tijd aan besteden. Hè, maar dan heb je toch, dan denk je, hoe is het toch mogelijk dat je voorbeden, wat een geweldig middel het is, voorbeden. Vroeger had je radioamateurs, hè? Hadden ze van zo'n klein toestelletje, ik weet niet, je zal ze nog wel hebben, denk ik. Hè, maar dan, dat is zo fascinerend voor die mensen, die waren er helemaal aan verslaafd eigenlijk. Hoor. Maar dan was er een klein huisje hier, ergens in een afgeleven dorpje, hè, met een antennetje zo. En die ging dan, er was een radioamateur, en dan ging het de ether in, en dan, aan de andere kant van de wereld werd het opgevangen zo. En dan sturen ze elkaar ook kaartjes en zo, als ze daar contact met elkaar hadden gemaakt. En dat is zo fascinerend, dat je denkt, hoe is het mogelijk dat je vanuit je kleine kamertje, dat je met zo'n apparaatje, dat je contact kunt leggen, hè, met mensen die aan de andere kant van de wereld zitten. Tegenwoordig is het helemaal geen kunst meer, hè, met e-mail en internet en zo. Maar ja, op zich is het toch altijd nog heel bijzonder dat kan. Hè, dus dat je dus eigenlijk de hele wereld zo, hè, dat je ja, de hele wereld kunt bereiken, hè, vanuit je bed, bij wijze van spreken. Je kan zelfs vanuit je bed, als je bedlegerig bent, hè, het belangrijkste werk wat er op de wereld bestaat, dat is voorbeden, kun je overal in de wereld kun je dus je invloed hebben. Je kan voor zendelingen bidden, en voor gevangenen, en voor vervolgden. Hè, dat is zoiets, een geweldig voorrecht wat we hebben gekregen, dat we daar gebruik van mogen maken om voorbeden te doen voor anderen. Nou kun je natuurlijk allerlei dingen afvragen, van hoe moet je dat dan doen, hè? Moet je lijstjes maken met mensen? Nou, dat heb ik zelf, ben ik er heel erg, dat is voor mij een gewoonte geweest, van het begin af aan eigenlijk, dat ik lijstjes ging maken, hè, voor mensen die je op je hart kreeg om voor te bidden. En dat maakte het wat makkelijker, hè? Dan vergat je ook niemand. En op een gegeven moment, omdat je iedere keer, hè, de ene dag voor dit lijstje, de andere dag voor een ander lijstje, en de derde dag voor een derde lijstje. En op een gegeven moment dan had je die naam had je helemaal in je hoofd eigenlijk, hè? Omdat je iedere keer voor die mensen ging bidden. En dan ook als je de lijst niet had, hè, je stond in de file of zo, of je moest wachten of weet ik veel wat, hè, dan, ja, dan kan het wel zijn dat je zegt, nou, ik kan eigenlijk wel voorbeden gaan doen. Nou, dan kun je zo, hè, dan kun je alle tijd kun je goed besteden. Ik zeg niet dat ik het heel vaak zo heb gedaan, maar die mogelijkheid is er dan. Dat je op elk moment van de nacht, elk moment van de dag, dat je het voorbeden kunt doen. Het is een Edith Schaeffer, dat is de vrouw van een filosoof uit een aantal, ja, 20 jaar geleden, 30 jaar geleden, is heel bekend. Francis Schaeffer. Maar die vrouw die heb ik een keer gehoord, op een conferentie ook, waar hij sprak, en zijn vrouw die gaf ook al getuigenis.
Maar die had last van slapeloosheid. En die vertelde dat ze dit dus deden. Dat ze zei, ik maak van de nood een deugd. En ik ga, dus voor mij is die slapeloosheid is geen verloren tijd. Zegt, en als ik dan onder het bidden in slaap val, is ook prima, want daar is de nacht voor. Dus dat is voor mensen die dus niet in slaap kunnen komen soms. Hoef je nog niet een chronische slapeloosheid last te hebben. Maar gewoon als je niet kunt slapen, nou ga een voorbeden doen. En de duivel die heeft er een hekel aan. Als de duivel het is die jou wakker probeert te houden om je uit te putten. Nou, dan heeft hij weinig lol van zijn werk, om zo te zeggen. Als je een voorbeden gaat doen. Hè, dan laat hij je gauw met rust en dan slaap je makkelijk in. Ik weet niet, je slaapt makkelijk in als je bidt. Dus dat is een voordeel waar je gebruik van kan maken. Dus je kan 's nachts bidden. Nou, dus lijstjes. Ja, sommigen die houden niet van lijstjes hoor. Die zeggen nee, je moet flexibel blijven in Gods hand. Want anders bid je voor allerlei mensen die het op dat moment helemaal niet nodig hebben bijvoorbeeld. Hè. En dan net zo goed als dat je langs de deur gaat en alle mensen belt. Ja, dan bel je bij heel veel mensen aan die helemaal geen interesse hebben. Terwijl als je door de Heer laat leiden, dan zeg je, Heer, wie mag ik vandaag bereiken? Hè, en als de Heer het dan leidt, dan is het gelijk raak. Hè, dat is wat efficiënter, gebruik maar van je tijd. Dus er zijn mensen die zeggen, ja, die lijstjes, dat is niks van mij. En dat was een zekere Tozer, een hele bekende, van vroeger was het ook, een heel bekende zendeling. Een theoloog, heeft heel veel boeken geschreven. En die moesten niks hebben van lijstjes. Die zegt, je moet echt de Heer je laten leiden in je voorbeden. En dan bid je echt effectief, precies voor diegene die de Heer op je hart legt. Maar Oswald Chambers, ik heb wel eens van Oswald Chambers gehoord, van het boekje Geheel voor Hem is dat. Een dagboek, een heel bekend dagboekje. Ook een heel gezegende man en is heel veel tot zegen geweest. En die zei juist van, ik kan niet zonder lijstjes. Want dat heb ik nodig, dan kan ik concentreren. En dan weet ik in ieder geval dat ik die mensen die echt op mijn hart liggen, dat ik die ook niet vergeet. We hebben het wel eens gehad over gevangenenbezoeken en zo. Nou, niet iedereen is in de gelegenheid om echt gevangenissen binnen te komen. Daar moet je almozenier voor zijn of zo. Maar door voorbeden kun je dus al die gevangenen bezoeken. De Heer die zegt ook, als hij terugkomt, dat hij tegen sommigen zegt van, je hebt me bezocht in de gevangenis. Ja, wanneer heb ik je nou bezocht, heren? Ja, en dat kan door voorbeden zijn. Dat je dus regelmatig mensen in de gevangenis gewoon bezoekt door voor ze te bidden. En dat is heel belangrijk. Je kunt ook bidden voor de mensen in Korea bijvoorbeeld, die gevangen zitten. Die zitten in verschrikkelijke omstandigheden. Nou, bid dan om een aantal dingen. Je kan bidden van dat ze boven de omstandigheden worden uitgetild. Boven omstandigheden. Worden uitgetild. Dat ze Gods tegenwoordigheid mogen ervaren. Gods tegenwoordigheid kunnen ervaren. Dat ze tot zegen zijn voor degene die tot medegevangenen. Dat ze daar tot zegen voor mogen zijn. Nou ja, je kan een aantal dingen voor jezelf nagaan. Van waar hebben die mensen behoefte aan? Dat je daar heel bewust. Ik heb behoefte aan systemen. Dat ik een beetje. Om een beetje helderheid te krijgen. Anders wordt het bij mij een warboel en geen systeem heb. Dus ik bid voor heel duidelijk voor al die mensen die gevangen zijn in bepaalde situaties die me op mijn hart liggen, bepaalde landen. En dan kun je dus deze dingen bidden van Heer, dat de macht van de islam gebroken wordt, waar christenen zijn, daar in die gevangenis. Dat ze boven de omstandigheden worden uitgetild. En dat ze door uw aanwezigheid ook, en dat ze tot zegen zijn voor degene met wie ze vastzitten, dat ze daar niet voor niks zitten. En wilt u zijn met hun families, daar kun je ook voor bidden. Nou, dus dat is voor gevangenen. Je kunt je ook afvragen, als je dit nou zo ziet, dit verhaal van die mensen die, van in dit geval dat al die gebeden ophouden. Nou, het is wel nodig dat je volhardt in het gebed, dat je voor mensen blijft bidden. We hebben daar een paar dingen met meegemaakt. Dat er was iemand die tot geloof kwam in een jeugdkamp, in een kinderkamp.
En daar hebben, ja, daar bad ik bijna dagelijks voor dat meisje. En dat arme kind, dat kreeg verkering. En ze was heel serieus. Dus wachtte met alles tot het huwelijk, dacht ik. En toen ging ze trouwen. En het werd een puinhoop. Er was een man die, nou ja, die verkrachtte er meer dan dat hij echt van haar hield. En dat huwelijk is ook op de klippen gelopen. Terwijl ze zo had gebeden dat de Heer dat zou voorkomen. Omdat haar ouders, die hadden ook al zo'n vreselijk huwelijk. Achteraf hoorde ik dat die jongen die in de verkeringstijd al allerlei dingen aan haar vroeg. Die zo tegen haar indruist, tegen haar gevoel van reinheid indruiste. Maar goed, dat was toch gebeurd. En toen dacht ze dat ze toen aan die jongen vast zat, voordat ze getrouwd was. Dat ze al te ver was gegaan. En nou, dan moet ik maar met hem trouwen. He, dat is natuurlijk een hele domme. Of heel dom, dat is niet waar natuurlijk, want dan moet je zo gauw mogelijk van die jongen weg. Maar goed, ze is met die jongen getrouwd, het huwelijk is stuk gelopen en hadden we zo mee te doen. Hè? Dus we hebben samen dagelijks voor haar gebeden. Nou, op een gegeven moment ging ze toch scheiden. En toen raakte ze ook nog van het geloof af, omdat ze zo teleurgesteld was in God, omdat God haar niet had bewaard daarvoor. Hè? En ik denk dat we wel. Nee, ik ben een, ik weet, maar ik denk wel 20 jaar we dat gebeden hebben, dagelijks praktisch, samen. En op een gegeven moment zijn ze ermee opgehouden. Ze zeiden, nou, dat heeft geen zin, hè, want dat ging helemaal vreemd met iedereen en zo, of met iedereen. Er gebeurden vreemde dingen allemaal. En we hielden ermee op met bidden, en een week later belde ze op. Ik heb er nou al spijt van dat ik je bel, zei ze. En toen zei ze, ja, ik kom niet los van God. Ik wil loskomen van God. Ik heb al een paar keer, soms voor het water om zelfmoord te plegen. En iedere keer kwam er dan iemand net langs of zo. Een paar keer ook echt voorkomen dat ze een eind aan haar leven maakte. Dus elke keer merkte ze van, God hield haar vast en dat wilde ze niet. En toen belde ze, ik kom niet los van God. En toen is ze helemaal tot bekering gekomen weer. Ik heb haar net nog weer gebeld. Ze heeft nu kanker, dat is heel, heel verschrikkelijk eigenlijk. Maar... en toen zei ze nog, hè, van hoe is dat mogelijk, hè, dat ik toch nog zo dankbaar was dat God het toch had bewaard voor de ergste dingen. En dat ze nu toch, ondanks dan de ziekte die ze nu heeft, ze grote vrede mocht ervaren. En daar bedankte ze ook nog voor. Dus we hebben nog steeds contact met haar. Maar ik denk, ja, dat is toch... Hè, ja, we zijn een beetje gewoonte mensen en we zitten... We hebben gewoonten zijn, ja, mensen die kunnen gewoonten vormen, maar dat kan heel, heel, heel voordelig zijn, als het maar goede gewoonten zijn. Hè? Want dan is het net een vliegwiel die je over de dode punten heen helpt, ja, als je een gewoonte ergens van maakt. En als je een goede gewoonte hebt, dan als het een beetje dor een beetje steriel wordt, hè, dan kom je er toch weer doorheen, omdat je nou eenmaal, je zit in die gewoonte en ja, dan ga je gewoon toch door, dan ga je toch door met volharden. En dat blijkt dus ook nodig te zijn. Een tweede geval, we gingen met een kamp mee en er was een jongen en een hele creatieve jongen. Hij kon prachtige gedichten schrijven en zo. Maar die moest ook niet zoveel hebben van God eigenlijk. En hij bloodde toen al in die tijd, dat was ook heel lang geleden al. En daar zijn we toen ook voor gaan bidden, die hadden we ook op ons hart. En heb ik jaren voor gebeden voor die jongen. In een kamp, ja, waarom eigenlijk, wist ik niet. Maar dat had je op je hart, dus je ging maar gewoon door met het... Iedere keer bad je weer voor die jongen. En na verloop van tijd hield ik er ook mee op. Ik denk, nou, ik haal er maar mee op, hoor. Dat, hè, er zijn weer anderen die dan op je lijstje moeten. Dus die schrijf je eigenlijk af, om zo te zeggen. Toen kreeg ik een kaart van hem. Ik heb hem meegenomen, een mooie kaart. Hij zat in de... Hij vaarde, hij zat internationaal op een groot schip. Machinist geloof ik, was die. En toen kreeg ik een kaart van hem. Nou ja, net nadat we al jaren van hem gebeden hadden en ermee op waren gehouden. Dus schreef hij Dick. Hoi Dick. Kan jij je nog herinneren dat ik tegen je zei, ik ben bang voor een wereld zonder drugs? We waren op koffiebarwerk, de Schor uit Papendrecht. Ik denk een zomer of drie... terug, ergens in Brabant geloof ik. Oh, het was 3 jaar. 3 jaar hebben we toen voor hem gebeden. Ik ben na die week nog vreselijker aan de drank geraakt. En rokend als een oude schoorsteen. Maar ja, je kent God, hè? Ik heb nu 4 maanden niet meer gerookt en 2,5 maand niet meer gedronken. Wonderlijk, hè?
hartelijke groet. En dan, ja, dat zijn toch leuke dingen. En daarom, het is zo belangrijk, hè, om toch door te zetten en niet zo gauw op te houden. Vraag maar aan de Heer welke mensen je op je hart, dat je mensen op je hart krijgt om voor te bidden. En voorbeden, soms dan denk je, wat een hoop tijd gaat erin zitten. Maar als er een tijdbesteding is die waardevol is, is dat het toch. Het is het allerbelangrijkste werk wat we mogen doen. En het is vreselijk jammer als we daar geen gebruik van maken, mensen. Het is voor jezelf ook zo goed. En het leuke is, denk ik toch, dat als jij trouw bent in de voorbeden, dan weet ik vast dat God ook trouw is om mensen op hun hart te leggen om voor jou te bidden. Van verbeter de wereld, begin bij jezelf. Ken je dat? Van Henri de Greve. Van Bond zonder naam. Ken je dat? Bond zonder naam. Mijn vader was er ook lid van, dus ik kreeg allemaal die kaartjes elke maand, een mooie spreuk. En een van die spreuken was: verbeter de wereld en begin bij jezelf. Ik weet niet of hij die spreuk had bedacht, maar het is een heel bekende spreuk geworden, natuurlijk. Maar dat is, wat dat betreft, is het natuurlijk, wat voorbeden betreft, is een heel belangrijk principe van: doe jij dat nou? Bid voor anderen, dan zal de Heer ervoor zorgen dat anderen ook voor jou gaan bidden. En daar reken ik ook op. Want anders zou ik het niet, ik zou het niet meer hebben. Als je vaak moet spreken en zo, dan denk je, wie ben ik dat ik dat moet doen? Maar dan denk je, ik hoop maar dat het veel. En dan bid je er ook voor, hè, van: Heer, wilt u die mensen die voor mij bidden ook geweldig zegenen, dat ze echt erin bemoedigd mogen worden. En er zijn ook bepaalde mensen die, ik weet niet of je die ook in de kennissenkring hebt, die het lijkt wel of die altijd in de problemen zitten. Altijd ziek, of ze krijgen een ongeluk, of het een na het ander. Dat zijn van die mensen die belangstelling hebben van de duivel, lijkt het wel. En die meer dan anderen, buitenproportioneel eigenlijk, te maken hebben met ziekte en ongelukken. Nou, dat zijn mensen waar we ook heel duidelijk voor gaan bidden. Van, die hebben vooral gebed nodig, dat bescherming. En we merken ook dat werkt. Dat ze een hele tijd daarna, dat je denkt, ik hoor niet meer van ongeluk of ziekte in dat geval. Maar dat zijn echt die mensen die echt op een onverklaarbare manier te maken hebben met de gekste dingen. En die hebben vooral die voorbeden nodig. Misschien wat ook wel helpt, dat is een ander onderwerp eigenlijk. Zal ik niet zeggen. Oh ja, mijn dochter, dat is een van de laatste dingen die ik zeg vanmorgen. Mijn dochter die was nog niet zo oud, die was een jaar of, jij was nog thuis geloof ik, hè? Een jaar of 17 of zo. En die zegt, pap, ik heb in Openbaring een mooi vers gevonden. Oh ja, ik zeg, wat voor vers was dat dan? Ik denk, joh, dat hij in Openbaring leest, hè? Dat is toch niet zo'n makkelijk boek. Hij zegt, ik heb zo'n mooi vers gevonden. Even kijken, waar staat het? Even kijken hoor. Wat zei je? Ja, had over gouden schalen ging dat. Ken je die tekst? Oh ja, hier. In Openbaring 5 had ze gelezen. Openbaring 5. En had ze gelezen vers 8. En toen het de boekrol nam, het lam nam de boekrol aan, de verzegelde boekrol, waar niemand in mocht kijken en zo. En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de 24 oudsten zich voor het lam neer, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk. Dit zijn de gebeden der heiligen. Had ze gelezen. Ze zegt, papa, dit is belangrijk, hè, dat mijn gebeden komen in gouden schalen terecht. Zo waardevol zijn je gebeden, die gaan niet verloren, maar die komen op gouden schalen. En even kijken of er nog meer dingen zijn die ik nog. Het is ook. We hebben een geval en een gemeente waar ik regelmatig kwam te spreken. En er was een oudste. En daar werden we een keer uitgenodigd bij hem thuis. En die had een gezin. En al die kinderen die waren vroeger allemaal heel netjes tot bekering gekomen, of tenminste, gingen allemaal naar de zonderschool en naar de kinderclub en zo. En op een gegeven moment ging de oudste, die ging per ongeluk een keer, werd hij meegenomen
door een vriend van hem op school. Die was toen een jaar of 15, denk ik. En die werd meegenomen naar een disco. Man, daar ging een hele nieuwe wereld voor de jongen open. En hij enthousiast, zijn broertjes en zusjes. Nou, op een gegeven moment, het hele gezin van al die kinderen is niks meer terechtgekomen. Allemaal zo de wereld ingezeild. Dus we kwamen toen bij die mensen op bezoek. En ze vonden het heel verschrikkelijk, hè. En toen hadden we het over voorbeden, van, ja, dat we de sterren van de hemel baden, altijd voor onze kinderen. Hè, we zijn al begonnen door te bidden voordat we kinderen hadden. Zeiden we, Heer, we willen geen kinderen, tenzij we zeker weten dat ze voor u opgroeien. Anders willen we geen kinderen. Dat leek ons het verschrikkelijkste wat er was, hè, dat je kinderen niet tot bekering zouden komen later. Dat je, ja, dat ze verloren zouden gaan. Dus Heer, dat willen we niet. Dus geef ons maar geen kinderen als ze niet voor u opgroeien. Dan zijn er beloften ook hoor, van kinderen van gelovige ouders zijn beloften voor, maar dat is een ander onderwerp. Maar goed, dat hebben we gebeden. Maar toen kwamen er drie, toch? En toen hebben we gebeden van, Heren, laat het toch zo mogen zijn, hè? Want wat zie je dan vaak in christelijke gezinnen? Dat kinderen die beginnen goed, en dan, die ouders die zijn goed begonnen, die geven door aan hun kinderen, die kinderen gaan mee, hobbelen een beetje mee. Hè? Maar het leven is eruit, ze nemen de uiterlijke vorm over, maar het leven is eruit. En die gaan weer trouwen, die krijgen kinderen. Nou, daar komt helemaal niets meer van terecht. He, tweede, derde generatie christenen noemen ze dat. He, maar dan wij gezegd, Heer, dat willen we ook niet. He, nu we kinderen hebben, wilt u het toch zo maken dat wij, waar wij ophouden hier, he, dat zij verder gaan. En dat waar zij ophouden, dat hun kinderen ook weer verder gaan. En dus dat het een soort van drietrapsraket wordt. Want daar zoekt God naar, hè? Dat je een godvrezend nageslacht zult hebben. Niet alleen je eigen kinderen, maar dat er een heel nieuw geslacht komt van mensen die dus echt voor God leven. Ja, er zijn bepaalde onderzoeken gedaan naar generaal Booth, van het leger des Heils. Al die kinderen van hem en die kinderen daar weer van. Hè, dus tot in de derde, vierde generatie zijn er nagegaan van wat er van die kinderen terecht is gekomen. Van het hele, de hele familie. Allemaal toegewijde mensen tot op de dag van vandaag. Hudson Taylor, precies hetzelfde. Maar het zijn wel mensen die dus radicaal zijn geweest in hun leven, zelf in hun leven. En ook radicaal hebben gebeden voor hun kinderen. En, dat hebben, en daar is het geval geweest. Waar die ouders ophielden, gingen de kinderen weer verder. En dat is ook normaal eigenlijk, hè. Want als ik naga wat mijn ouders me mee konden geven, heel weinig. Die hadden niet zoveel kennis. Maar datgene wat ik aan kennis heb opgedaan, hebben we doorgegeven aan onze kinderen. En nou merken we dat onze kinderen dat ook weer doorgeven. En waar wij op, en ik ben, vooral mijn dochter werd gewoon jaloers. Ik denk, je ook altijd, hè, zo toegewijd meisje is dat, hè, met haar gezin. Dus dat is ook een punt, dat je ja, dit moet toch normaal zijn in een gemeente, hè, dat waar wij ophouden, dat zij weer verder kunnen gaan. En daarom is het zo nodig, dat als je nog niet getrouwd bent, dat je een echtgenoot of een echtgenote opzoekt, hè, die, met wie je dat samen kunt doen. He, dat is het allerbelangrijkste, dat je een nieuw geslacht op aarde kunt neerzetten, om zo te zeggen, die de Heere dient. En even kijken hoor. Oh ja, en toen vroeg ik aan die voorganger, hè, van, kreeg over voorbeden. En ik vertelde dus over ons gebed voor onze eigen kinderen. En dat toen ze kregen, nou, als ze 's morgens wakker worden, bidden we voor ze. En aan tafel bidden we voor ze elke keer. En als we slapen gaan, bidden we weer voor ze. Dus we bidden de sterren van de hemel. Hè, van het begin af aan, elke dag. En weet je wat die oudste zei? Dat hij nooit voor zijn kinderen bad. Nou, dat is de dwaasheid gekroond. Hè. Hoe is het toch mogelijk? Hè? En een oudste van een gemeente, die moest erkennen dat hij nooit voor zijn kinderen bad. Kun je het je voorstellen? Ik denk, ja, dat komt toch voor, lijkt het. Die had andere dingen aan zijn hoofd die hij belangrijker vond, denk ik. Of liet aan zijn vrouw over misschien. Maar het hele gezin heeft er ook de vrucht van geplukt. Nou, ik denk dat kun je hier wat mee eigenlijk? Ik hoop dat het een beetje bemoedigend is om tijd vrij te gaan maken om voor mensen te gaan bidden. Ja, ook al kun je helemaal niks, dat is het enige wat je nog kan, bidden. Of je moet aderverkalking krijgen misschien, of Alzheimer. Ik heb een keer tegen iemand gezegd, die klaagde van dat ze zo weinig meer kon. En toen zei ik, ja, je kan in ieder geval voorbeden doen, hè. En toen hoorde ik van anderen van, ja, ze heeft Alzheimer, dus ze kan zich niet concentreren.
Ja, maar zolang als we dat nog wel kunnen, denk je, jongen, als er één ding is wat belangrijk is, is dat je tijd neemt om gebruik te maken van het voorrecht dat je zomaar voor anderen kunt bidden. Voor jezelf, maar ook voor anderen. En je hebt geen idee van wat de Heer kan doen. Hè? Want waarvoor gebeden wordt, daar gebiedt de Heer zijn zegen ook. Hè? Dus je kan over de hele wereld kun je tot zegen zijn. Ja, en vraag ook niet te weinig. Hè? Van de operatie mobilisatie was er een keer een spreker, Jonathan McRusty heette die. En ik ga het niet doen, want ik heb stijve knieën, maar wat deed hij? Om ook het belang van voorbeden en van gebed duidelijk te maken, toen ging hij op tafel staan. En toen was hij zei, nou, stel je voor dat ik God ben, hè? En ik zie al die mensen daar. En ik zie bijna niemand bidden. En plotseling gaat er één op zijn knieën. Wat zal die vragen? Ja, dus God die haalt zijn checkboek tevoorschijn, zei hij. Ja, 1000, 100.000, 1 miljoen. En toen deed hij zijn check weer in zijn zak. En toen haalt zijn portemonnee tevoorschijn. En toen haalde hij een 5 centen stukje. Zo. Weet je wel? Om te laten zien van jongens, wat moet het God teleurstellen als we zo weinig vragen, als we zo weinig van hem verwachten. He, van wees toch, van heren, wilt u toch iets laten zien van, nee, waarom niet, heer, laat u toch veel, he, dat zeggen we vaak, he, dat u iets laten zien van uw glorie of zo, laat u toch wat royaler bidden. Ik kijk even op mijn lijstje, ik had een paar dingen opgeschreven die ik graag had willen zeggen. Ja. Ja, vroeger had je, mijn opa en oma, mijn opa die was niet gelovig, maar oma wel. En die hadden de gewoonte om te schemeren, heb ik dat al verteld? Weet je wat schemeren is? Ja, die hadden de gewoonte dat als het dan donker werd, weet je wel, dan deed ze het licht niet aan, maar dan zaten ze samen te schemeren. En dan legde mijn opa, die had zijn hand op de stoel, en mijn oma legde haar hand op zijn hand, ik zie ze nog zitten, en dan zaten ze te schemeren. En ik weet zeker, ja, nu weet ik het denk ik, dat mijn oma in die tijd aan het bidden was voor haar kinderen en kleinkinderen. En misschien is dat nog wel de reden dat ik hier sta. Ja, je hebt geen idee. En dat lijkt me, daar wil ik nou mee besluiten. Het leuke in de hemel is, denk ik, als we daar komen, dat je dan allemaal mensen tegenkomt. Heb jij voor me gebeden? Goh. En dat wist ik helemaal niet, joh, dat jij voor me bad. En dat je dat allemaal van elkaar hoort. Hè? Dat al die dingen dan openbaar worden. Hè, nu heb ik er geen idee van wie er voor mij bidden. En ik bid voor heel veel mensen die geen idee hebben dat ik voor hen bid. Denk ik. En dat is leuk als je denkt, nou, dat is ook helemaal niet nodig dat ze het weten, want dan komen ze later wel in de weet. Nou, ik hoop dat je er wat mee kan en dat je het je stimuleert om ook om voorbeelden te gaan doen, vooral en meer. Ja, het moet niet in een kramp komen, maar och, vaak begint een goed werk altijd een beetje met een krampachtig beginnetje hoor. Ja, maar je moet even doorzetten en zeggen, Heer, legt u die wet in mijn hart en schrijft die ook in mijn verstand, dat ik het echt van harte kan gaan doen. Hij wil het leren. We kunnen uit onszelf niets, ook geen voorbeden doen. Maar de Heer die wil zo graag dat wel geven. Dus dan kun je om vragen. Heer, wilt u die wet in mijn hart leggen dat ik echt voor mensen ga bidden? Want dat is zo'n geweldig voorrecht dat ik in uw naam niet alleen voor mezelf kan bidden, maar ook voor mijn broeders en zusters. En voor al degenen die het moeilijk hebben in deze wereld. En vraag de Heer dan jou ook een bepaalde taak. Je hoeft niet voor de hele wereld te bidden, want dat kan niet natuurlijk. Maar bid dat de Heer die dingen op je hart legt, hè, die Hij wil dat jij voor zal bidden. Toen ik bij de EO ging werken, de Evangelische Omroep, in het begin waren er ook heel veel conflicten en zo. Ik maakte ook een lijstje van alle werknemers. Hè. Dus ik was een van de weinigen, denk ik, die iedereen kende bij naam. Gewoon doordat ik voor ze bad. Wisten ze niet, maar goed, dat deed ik dan. Hè. Dus als ik begon met mijn werk om 8:30, dan nam ik een half uur de tijd om een stukje van het lijstje te bidden. Had ik voor elke dag had ik toch een andere afdeling met de EO te pakken. En dat heb ik gedaan totdat ik wegging. En dan heb ik ook een boekje, had ik een dagboekje. En als er dan echt conflicten of moeilijkheden waren, dan schreef ik dat op met een streepje ervoor. Zo. En dan als het verhoord was, dan maak ik er een plusje van. Hè. En als ik had daar ook mee moeten nemen, maar als ik nu dat boekje kijk, al die minnetjes zijn bijna verdwenen, waren allemaal plusjes geworden. Wat ik had niet gedaan, had ik het me niet gerealiseerd dat er zoveel gebeden werden verhoord. Maar goed, dat is nog weer een ander onderwerp. Zullen we even stil zijn dat iedereen voor zich
ja, toch een besluit neem misschien. Of het nog een keer bevestigt. Of Heere, wilt u me, hè, wilt u het opnieuw in mijn hart leggen of in mijn verstand schrijven, dat ik het echt van harte kan doen voor de rest van mijn leven.